Voedseltechnoloog Ricky Stuttgart is ervan overtuigd dat de directie en staf van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek, CELOS, een focus hebben. En dat is dat het belang van de student gediend wordt. Stuttgart werd donderdag door de directeur van het CELOS, Ines Demon, ontheven uit zijn functie als waarnemend hoofd van het laboratorium. De werkovereenkomst van Stuttgart dateert van 2005. Hij geeft aan dat hij de ontheffing deels zag aankomen. Dus verrast was hij niet. Eigenlijk ja en nee. Omdat bij de kindervakantie microbiologie de afgelopen 2 jaren er steeds meer van mij werd afgenomen. Op een bepaald moment krijg je dan een situatie waarbij je dus je gaat de deur in met jouw plan en je verlaat het met de persoonsplan. En vandaar ook dus dat ik vorig jaar, toen we 10 jaar kindervakantiemicrobiologie hadden, eigenlijk afscheid had genomen. Vandaar dat ook cursisten waren uitgenodigd om te komen. Ze hebben een extra certificaat gekregen en een foto van toen ter tijd. En mijn dokter Altagracia Hidalgo en Shaquille Hidalgo, we zijn het langst bezig geparticipeerd, hebben een schilderij gekregen met foto's waar ze dus in de afgelopen jaren hebben geparticipeerd. En dat was eigenlijk de afscheid dat ik nam voor vakantiemicrobiologie op CELOS. Dus dat vandaag aan de dag deze situatie zich voordoet, ik ben niet helemaal verrast daardoor. Stuttgart zegt verder dat hij vandaag met de richtingscoördinator heeft gesproken om deze week nog de plooien glad te strijken. Belangrijk voor hem is dat het belang van de studenten wordt gediend en dat de praktijklessen kunnen voortgaan. Ik ben al sinds 2006 bezig en we vinden dus wel een uitweg. De kindervakantie microbiologie dat in de paasvakantie gaat worden georganiseerd, dat gaat in gebouw 7 plaatsvinden onder supervisie van de agrarische productie. En het voordeel van is dat we capaciteitsvergroting krijgen. De duurzaamheid wordt gegarandeerd omdat studenten AAP ook gaan participeren. Daarom heet het dus nu de kindervakantie microbiologie en nog veel meer. Omdat ze dus veel meer gaan zien dat wat meneer Stuttgart in de afgelopen jaren gedaan heeft. En daarom zeg ik, wanneer die ene deur dicht gaat, dan gaat de andere deur open. Kindervakantie microbiologie in de paasvakantie gaat gewoon door. Dus de meeste projecten komen niet in gedrang? Nee, ze kunnen bijvoorbeeld wel een beetje anders worden uitgevoerd, maar ze gaan uitgevoerd worden. Aldus voedseltechnoloog Ricky Stuttgart, hij is afgelopen donderdag ontheven uit zijn functie.